Hallo, hallo, ik ben weer live, maar dan live vanuit mijn woonkamer. Ik ben echt net op tijd, of volgens mij ben ik 1 minuut te laat. Maar ik wilde eigenlijk nog een beetje lipstick opzetten en zo, maar ik ben eigenlijk wat vergeten, maar ik wilde gewoon op tijd live gaan. Maar vinden jullie het erg als ik nog heel even wat ga pakken? Dus wacht even, dan kijk je ondertussen, kijk je maar even naar mijn bank en mijn muur. Ik ben zo terug. Niet weggaan hoor. Hi, ben ik weer. Het was een beetje druk net en ik zei om 8:30 ga ik live over mijn schoonheidsproducten. Maar ik had niet verwacht dat de jongens geen zin hadden om naar bed te gaan. Want ja, het is nog licht buiten, dus mama, waarom moet ik slapen? Hebben ze helemaal gelijk in, het is nog licht. Dus ik moet even tot rust komen. Vinden jullie het erg als ik nog even een kopje koffie ga maken of hebben jullie haast? Ik zit de spanning een beetje op te bouwen hoor, ik pest jullie een beetje. Ik ben weer wat vergeten, echt serieus. Oh. Kijk jij ook? Oh. Oh, er zijn mensen die appen mij. Of ik live ben. Moet je op Facebook gaan kijken, dat zie je net. Ik doe een beetje raar, hè, maar dat komt gewoon omdat ik het heel spannend vind. En ik had alles van tevoren. 3 uur geleden had ik alles goed voorbereid. Ook de plek waar vanuit ik ging vloggen. En mijn telefoon stond daar al klaar. En toen besloten de jongens om er iets anders mee te doen. Dus ik heb even snel moeten verbouwen. Heb ik alles bij de hand? Ik heb alles bij de hand. Wat natuurlijk niet mag ontbreken, is mijn vlogcamera. Want jullie snappen wel dat ik een stukje ga opnemen voor mezelf. Want hey, dit is echt wel een memorabel moment, hè? Gewoon het moment dat ik het met jullie ga delen. Wat ga ik met jullie delen? Oh. Zal ik jullie ook meenemen op de vlog? Dan zien jullie. Dan zien jullie wat ik in elkaar heb gefixt. Oké, dus heel even voor jullie thuis. Sorry, maar ik moet heel even vloggen. Dus ik zit net en er kijken al iets van 60 mensen. Sorry voor het oponthoud. En ik moest het even snel iets in elkaar flansen. Mijn salontafel heb ik op mijn bankstel gezet en daar staat mijn telefoon op. Want ja, mijn perfecte set die ik heb gebouwd, die werd opeens uit elkaar gehaald door de jongens, want die vonden het een leuk huisje. En toen gingen ze ermee spelen en toen was mijn telefoon opeens weg. Dus, ik ga beginnen. Nou, geen kopje koffie, want dat vind ik echt wel. Nee. Voor degenen die mij kennen, weten dat ik een beetje zenuwachtig ben. Dus dan ga ik altijd mee zulke dingen doen. Maar, hallo, leuk dat jullie kijken. Ik ben dus live en ik ga niet nadenken over hoeveel mensen er nu aan het kijken zijn live. Want dan word ik een beetje zenuwachtig. Ik heb iedereen naar boven gestuurd. Ik hoop dat ze allemaal boven blijven, want ik vind het toch een beetje spannend. Waarom ik live ga? Ik heb heel veel. Ah, Reisje. Oh, ik heb vandaag de hele dag eigen dag, Reis. Heel veel sterkte voor jullie, Sef. Hi. Even kijken of ik wat gemist heb, hè, voordat ik echt ga beginnen. Ah. Oh. Zoveel lieve mensen. Jullie kijken allemaal. Ja, ik kan jullie zien hoor. Nou ja, ik zie alle berichtjes die jullie naar me sturen. Super lief. Dankjewel voor jullie support. Simmy, ga je verjaardag vieren? Waarom kijk jij? Echt. Hey, gaan er mensen nou privé gesprekken voeren in mijn live? Willen jullie dat eventjes? Willen jullie elkaar gewoon even bellen in plaats van hier. Oké. Dus, ik heb aangekondigd dat ik dus vanavond live wilde gaan. En waarom? Omdat ik.
ik kan het gewoon niet uitspreken, want als ik het ga uitspreken is het erg. Omdat ik eindelijk na jaren mijn eigen schoonheidslijn heb. En het was altijd mijn droom. Al zei ik dat eerst mijn droom mijn salon was, mijn eigen salon. Maar een van mijn andere dromen was mijn eigen schoonheidslijn. Maar ik ben er nu echt zeker wel 2 jaar mee bezig met het ontwikkelen van de lijn. En eigenlijk, langer. Langer. Veel langer. Want bij mij is het eigenlijk een beetje begonnen toen ik... jullie weten dat ik allemaal acne heb gehad. Vanaf mijn puberteit. Ik heb fases gehad waar het opeens, omdat ik dan wat zwaardere medicatie ging gebruiken, dat het eventjes een paar maanden, weken glad was. En dan stopte ik met bepaalde medicatie en wat eigenlijk gewoon troep was. En dan was het weer weg. Dan kwam het weer terug, zeg maar. Dus ja. Dus ik was altijd op zoek naar iets qua producten, dingetjes, wat werkte. En ik heb echt alles geprobeerd. En vroeger had je in mijn tijd, was er nog geen internet. Dus dan kon je niet makkelijk googlen naar receptjes van maskertjes die je kon maken. Dus wat ik toen ben begonnen te doen was heel erg nerdy. Ik ging naar de bibliotheek in Den Haag. En toen ging ik gewoon op zoek in boeken naar ingrediënten, middeltjes die werkten. Van die oma weet raad dingetjes. Ik heb alles geprobeerd. En zodoende weet ik dus wat wel werkt en wat een fabeltje is. En letterlijk door schade en schande. Want ik heb ook heel veel verkeerde dingen gebruikt in mijn leven. Weet ik dus wat er werkt en bij welk huidtype wat goed gaat. En ik gebruik het eigenlijk eerst altijd voor mezelf. En als mensen zelf problemen hadden met hun huid, het maakt niet uit alleen gezicht, maar ook gewoon andere plekken op je lichaam, gaf ik heel graag tips. En toen is een paar jaar geleden toch een beetje die droom een beetje aangewakkerd van eigen schoonheidssalon, waarom dan niet je eigen schoonheidslijn? Want ik werk echt al jaren, heb ik met heel veel mooie merken gewerkt. Ik heb van de make-up heb ik gewerkt met MAC, nog steeds. Bobbi Brown, supermooie producten. Estée Lauder, ik werkte echt voor Estée Lauder Companies. Dus dat bedrijf die heeft alle mooie merken onder zich. La Mer, Clinique. Ik heb ze allemaal van binnenuit gekend. Alle trainingen gevolgd. Aveda. Dus ja, alle topmerken ken ik wel. Maar er was altijd iets waar bij ieder merk dat ik dacht, ja, ik mis toch iets. Ik mis toch iets, dat laatste beetje dat het helemaal afmaakt. En dat heb ik. Dat heb ik gewoon. Dat heb ik gemaakt. Nee, voor alle gekheid op een stofje, dat heb ik wel. Ik heb eindelijk, kan ik met trots zeggen, dat ik gewoon de perfecte producten heb voor jullie huid. En waarom zeg ik voor jullie huid? Omdat ik weet, ik zie mijn klanten. De meeste klanten die Facebook hebben, die volgen me op Facebook. Al jarenlang, ik denk zeker 10 jaar lang nu dat ik nu schoonheidsbehandelingen geef, dat ik jullie problemen ken, dat ik precies weet waar jullie mee zitten. Ik heb al die jaren geluisterd. Ik weet, er wordt heel veel verteld in de schoonheidssalon, maar ik weet waar jullie vaak mee zitten. Het is heel vaak toch meestal wel die hyperpigmentatie, dat je gewoon opeens gewoon plekjes, vlekjes krijgt hier en daar. Soms gewoon genetisch, door, kan je niet uitleggen, genetisch, dat je gewoon dark spots krijgt. Heeft ook met ouderdom te maken, dat je een rijpere huid, zeg maar, dat je opeens leverkleurige vlekjes krijgt. Het kan ook komen omdat je zelf je huid niet goed behandelt, of dat je gewoon zelf aan je puistjes gaat zitten en dat je zelf littekens maakt. Maar hyperpigmentatie is onder mijn klanten wel altijd een heel groot probleem. Waar ik nu jaren mee bezig ben en waar ik behandelingen voor heb ontwikkeld. Maar ook dus nu de producten die heel goed aanslaan in combinatie met de behandeling. En acne, ook een heel belangrijk punt wat ik helaas te vaak voorbij zie komen. Maar wat ik heel snel verholpen zie worden. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dus ook die informatie heb ik meegenomen in de maak van mijn producten. Dus dat zijn de twee voornaamste de huiden die bij mij het vaakst voorkomen. Kijk, je hoeft niet echt een probleemhuid te hebben, maar huidverzorging is in het algemeen altijd heel erg belangrijk. En ik zeg altijd tegen mijn klanten, ik ben niet van de agressieve aanpak. Vaak zijn mensen, als ze bij mij komen, dan hoor ik heel vaak, inderdaad, wat Rishma nu zegt, de hormoonhuishouding. Vaak hoor ik dat mensen niet weten waarom ze opeens spuitjes krijgen. Dan zijn ze rondom de 30, 40 en dan hebben ze opeens breakouts, ja.
Kan ook te maken hebben met je hormoonhuishouding. Dus ook dat zie ik heel vaak gebeuren. Maar goed, dat is iets van binnenuit. Ik geef daar wel heel vaak tips over wat je dan toch zou kunnen doen. Wat je misschien van een arts niet te horen krijgt, waar je dan op kan letten. Ook met voeding kan je terecht in de salon. Maar je hebt ook altijd passende gezichtsproducten nodig. En daar kan ik je dus mee helpen. Zal ik vertellen wat ik gemaakt heb? Nou, ik heb eigenlijk had ik gepland om het komend jaar meerdere producten uit te brengen. Maar ik had niet gepland om alles in één keer uit te brengen. Ik heb bij de opening, hebben sommige mensen al gezien, heb ik het Super Serum ontwikkeld. Nou, het Super Serum is een heel mooi product. Velen van jullie die hebben hem meteen ingekocht, want die was binnen 2 weken geloof ik uitverkocht. Sommige van jullie zitten me af te leiden. Ik ga niet kijken. Ja, ik wil eigenlijk wel een chocotofsef en ik wil eigenlijk ook een koffie. Maar ik weet niet of ik mag weglopen van jullie. Of dat jullie dan allemaal gewoon denken, nou, jij loopt weg, ik loop ook weg. Dus ik blijf heel braaf zitten, maar ik zou eigenlijk wel een koffietje willen. Maar goed, oké. En dan moeten jullie niet opeens allemaal koffiemokjes laten zien, hè? Nee, maar wat ik dus ontwikkeld heb is een hele lijn. En wat ik dus net aan het vertellen was, ik had niet verwacht dat ik meteen alles in één keer zou uitbrengen. Super Serum hebben velen van jullie al gebruikt. Was eigenlijk gewoon, ik was heel blij met het serum. Waarom? Omdat het je vochthuishouding bepaalt. Het stimuleert je de manier waarop je huid vocht vasthoudt. Want dat is helaas vaak in Nederland ook zo. We hebben allemaal een vochtarme huid. Verwarming staat aan. Het is koud buiten. Dus je verliest ook wat vaker vocht uit je huid. Ja. Die droogte plekken in de huid, jullie kennen het allemaal wel. Ja, wat doe je daartegen? Dus je koffie, wijntje, alles is goed. Op dit moment, alles is goed. Jullie weten dat vannacht niet geweest is, Rina. Dit was een hele heftige dag. Vertel ik jullie zo meteen wel. Het is gewoon de afterlife, krijgen jullie dat te horen. Ah, Manisha zegt gewoon doen. Nee joh, nee, dit is oké. Okay. Ik zit er lekker in. Dus het Super Serum is eigenlijk gewoon voor een vochtarme huid een serumpje. Die kan je gebruiken voor een dagcreme, voor een nachtcreme. En dat vond ik gewoon fijn. Een product die je ongeacht wat je daarna gaat gebruiken, gewoon kan gebruiken voordat je een crème gebruikt. Dus die was al gelanceerd in. Jullie zijn echt heel grappig bezig. Die was al gelanceerd in eind november. En. Even tussendoor, ik heb echt heel erg veel bewondering voor al die leraren die de afgelopen 3 weken plotseling opeens online docent zijn geworden. Want sommige van jullie zitten me echt een beetje de maling te nemen en ik vind jullie echt heel grappig. Ga vooral door. En ik vond het altijd al heel moeilijk om gefocust te blijven, omdat ik gewoon ontzettend veel energie heb. Maar wat er nu allemaal gebeurt, ik vind het echt heel grappig. En ook de appjes die ik tussendoor krijg van jullie vind ik echt heel leuk wat jullie aan het doen zijn. Maar stel je voor dat je docent bent voor 30 pubers bijvoorbeeld. Niet om wat er pubers te kijken, maar stel je voor dat je dus al die schermen zo, en dan zie je al die lieve kindjes. Respect voor jullie docenten. Oké, en nu zonder dolle. Gelijk, Sef. Ja, maar Sef, als jij zou zien wat ik zou zien. Nee, maar het Super Serum, dat sloeg dus ontzettend aan. Het is niet niks om opeens een lijn te lanceren. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Omdat ik er al jaren mee bezig ben, weet ik precies. Ik heb echt alles geobserveerd. Hoe je het moest aanpakken, wat je moest doen. Maar ook gewoon, het is gewoon echt een hele grote kostenpost. En bij mij was altijd de vraag, durf ik het aan? Dat was geen vraag. Maar wil ik het aan? Heeft het kans van overleven, zo'n eigen lijn? Want er zijn al zoveel producten. En waarom zou mijn lijn dan aanslaan? En eigenlijk door jullie, door mijn klanten, ben ik gaan beseffen dat het zeker gaat aanslaan. Omdat op de een of andere manier de tips die ik mijn klanten geef. Kijk, het werkt eigenlijk altijd. En als het niet werkt, vinden we altijd weer een andere oplossing. Dus we vinden altijd een oplossing. En nou, toen ben ik dus begonnen met het maken van cremmetjes. Ik heb sommige klanten. Met bepaalde huidtypes heb ik wat cremmetjes de afgelopen maanden meegegeven. Dus als jullie ertussen zaten, bedankt voor het testen. Als je er niet tussen zat, niet denken, oh, waarom heeft ze het mij niet gegeven? Dan was het, ik heb overal een reden voor. Ik onderscheid
niemand van elkaar. Dus, maar ik heb specifiek bepaalde huidjes goed bekeken en bepaalde klanten gevraagd of ze voor mij crèmetjes wilden uittesten. Zodoende kom ik weer op een vraag die ook is binnengekomen. Heb ik de crèmetjes getest op dieren? Nou, nee. Ik ben tegen testen op dieren. Alleen op mensen. Dus, en dat is gewoon goed gegaan. Dus ik wilde de dieren geen leed aan doen, alleen de mensen. Nee, nee. Je moet ook niet na 8 uur met mij praten, dan krijg je dit. Maar ik heb het dus uiteindelijk aangedurfd. Ik heb die lijn uitgebracht. Maar eigenlijk begon ik dus met het serum om te kijken hoe dat bij jullie ging. En dat ging super goed. En ik had eigenlijk had ik al een face wash klaar. Ik had een dagcreme klaar. Ik had een nachtcreme klaar. Ik had een peeling klaar. Voor in de salon dan. En ik had een lotion klaar. Ik had het klaar. Dat wil niet zeggen dat ik het al had gebotteld in flessen en alles had gemaakt. En dat het aan het wachten was om verkocht te worden. Ik had gewoon de recepten precies zoals ik het had willen hebben. Ik was er echt constant mee bezig. Welke concentratie, wat past bij elkaar. Ik had het klaar. Ik had vorige maand niet verwacht dat we in deze situatie terecht zouden komen. Waarin we in een soort van lockdown leven, waar de hele wereld opeens stopte. En de salon die ik net geopend had, met pijn en moeite, na 3 maanden moest sluiten. Dus die zag ik even niet aankomen. Dus het eerste wat ik dacht was, dit is heftig. Ik ga even rustig aandoen. Dat was de eerste dag. Ik ben toen ook live geweest. En velen van jullie hebben me daarna toch echt super lief berichtjes gestuurd. Omdat ik voor het eerst gewoon helemaal down was. Normaal ben ik gewoon altijd heel erg vrolijk. Maar dat heeft mij toen heel erg veel gedaan die dag. Dus voor degenen die dachten, gaat het wel goed? Krijgt ze een mental breakdown? Nee, maar er was wel een keerpunt. Ik heb ook de eerste 2 dagen nadat we echt... nadat echt bekend werd gemaakt dat het coronavirus zo grootschalig was, dat heel Nederland al, of althans dat Breda rondom Breda al getroffen was in Brabant. Nou, toen voelde ik hem. Dus ik heb 2 dagen even de tijd genomen om na te denken. En toen niet veel later bleek dus dat alle salons, alle schoonheidssalons in Nederland moesten sluiten. Ja, dat was heftig. Dat was heel heftig. Wat ik zei, ik heb toen letterlijk 2 dagen niet geslapen omdat ik alleen maar aan het nadenken was. Alles gaat hier gewoon natuurlijk door hoor, met de kids en zo. Maar ondertussen was ik alleen maar aan het nadenken, wat ga ik doen? En toen heb ik eigenlijk het besluit genomen, weet je wat, die recepten die ik eigenlijk al klaar heb, ze zijn al getest, ik ga ze gewoon versneld op de markt brengen. Dus dat ben ik nu aan het doen. En, en ik ben begonnen met koken inderdaad, voor degenen die mij een beetje kennen. Ik hou niet van koken. Ik hou niet van koken. Ik hou niet van koken. Mijn man die kookt supergoed. Dus er was nooit echt de reden dat ik me erin moest verdiepen. Maar ik vind het hartstikke leuk. En de kinderen die vinden mijn kookkunsten nog beter dan die van mijn man. Dus, ik ga vaker koken. Misschien ooit nog een kookboek. Ja, dus dat is een beetje de achterliggende gedachte. Want ik krijg wel veel vragen van ja, maar hoe komt dat dan? Dat je opeens een schoonheidslijn hebt ontwikkeld. Nee, dat is niet echt opeens. Het is... Het zit er dus al langer in, maar ik ben nu wat sneller op de vraag ernaar gaan inspelen. En het is een beetje, ja, hoe zeg je dat? Ieder nadeel heeft zijn voordeel. En dit is eventjes vervelend dat de salon gesloten is en dat ik ben komen thuis te zitten. Maar ik kan natuurlijk niet stilzitten, dus we halen weer ons voordeel eruit. En de lijn, die gaat nu gelanceerd worden, eindelijk. Maar waarom begin ik met een pre-sale en niet meteen met de sale? Ja, jullie kunnen je voorstellen dat ik eigenlijk pas vorige week mijn laboratorium het groene licht heb gegeven van we gaan gewoon draaien, we gaan het doen. Omdat ik het niet zomaar van de een op de andere dag kan beslissen om dit te doen. Er zit een hele kostenpost achter en alles. Dus het is niet niks. En ik heb heel lang nagedacht, want ik heb natuurlijk het serum als eerste uitgebracht. Het super serum, maar dat is 1 product. Dan kan je nadenken, dan doen we nog een keer een product en nog 1 product en nog 1 product. Maar weet je, het is ook een vraag die vandaag toevallig is binnengekomen. Daar speel ik meteen op in. Als je 1 product gaat doen en je doet er nog 1 product bij, dan heb je niet het gewenste resultaat. Want je kan niet alleen... Sorry, ik werd weer afgeleid. Er staat iemand voor mijn deur.
Je kan niet één product gebruiken en verwachten dat je meteen het probleem verholpen hebt. En wat ik niet wil is dat je één product gebruikt, nog steeds niet helemaal blij bent met het resultaat en dan meteen stopt, want je denkt, ah, weer zoveelste nieuwe merkje op de markt en het werkt niet, dus ik stop ermee. En dat wil ik niet. Ik wil wel dat je gemotiveerd blijft en ik wil dat je er helemaal voor gaat. Dit is geen verkooptruc van ja, je moet die hele lijn kopen, maar het is echt zo. Het is echt zo, het een werkt beter met het ander. Weet je, dingen vullen elkaar gewoon aan. Gebruik je een face wash, dan werkt het altijd beter als je een face wash gebruikt. En daarna het gepaste lotionnetje en het gepaste dagcremetje, nachtcremetje, alles. Zal ik jullie vertellen wat ik gemaakt heb? Zal ik het jullie laten zien? Ja, daar komt het. Ik kan het dus niet laten zien. Omdat het op dit moment dus wordt gefabriceerd. En wat ik vandaag gedaan heb, ik heb de hele layout en ja, uiterlijk van de flesjes en alles bepaald. Ook heel spannend om zoveel in één keer te beslissen waarvan ik dacht, oh, dat ga ik pas gewoon over een paar maanden doen. Dus dat is nu echt in de maak. Ik kan het niet laten zien. Ik heb wel de samples, maar ik wil de samples niet. Kijk, ik werk vanuit zulke... heb je het gezien? Vanuit zulke potjes. Maar dat vind ik niet classy genoeg om te laten zien. Want ik heb echt hele mooie producten. Maar de uitstraling ervan is misschien even zo mooi. Dus als je vitrinekast thuis hebt, gooi die potjes niet weg. Want ze zijn zo mooi. Ik vind mijn producten echt heel erg mooi. Ik denk dat ik alleen maar daarom gewoon... Zeg maar van de KLM, die huisjes die mensen sparen. Als je dan... kijk, ik heb business class gevlogen. Dan kan je dus mijn producten kan je zo meteen ook gewoon zo langs je raam zetten. Dan is dat zo, oh, wauw, ze gebruikten gewoon producten van Beauty by Mina. Wauw, weet je wel, dat. Hé, dus onbewust heb ik gewoon een marketing truc gebruikt. Mijn flesjes zijn heel mooi. Oké, alle gekheid op een stokje. Jullie hebben lang genoeg geluisterd naar mijn geblabla. Ik ga jullie vertellen wat ik heb. Ik ga vanaf het begin beginnen, want routine is heel belangrijk, ook bij huidverzorging. Ik heb een peeling. Ik heb een peeling gemaakt, maar die ga ik alleen maar aanleveren aan professionals. En wat bedoel ik met professionals? De professionals, de schone specialisten die een eigen salon hebben, die echt gekwalificeerd zijn. Dus ga me alsjeblieft niet bellen van, oh ja, maar ik heb een keer een cursus gedaan en ik kan het. En nee, dan krijg je niet de professional peeling. Want het heet ook echt, ik geef de naam hè, de professional peeling. Maar die ga ik wel binnenkort gebruiken in de schoonheidssalon. En sterker nog, als jij de afgelopen 2 maanden bij mij in de salon bent geweest en je merkt opeens dat je huid veel beter werd, want die vraag heb ik heel vaak gehad. Hey, die behandeling die sloeg nog beter aan. Dan heb je waarschijnlijk mijn nieuwe peeling gehad. Dus bij deze. Nee hoor, de mensen die het gehad hebben, die weten het. Die peeling, maar goed, dat is dus geen verkoopproduct, maar dat is echt alleen maar voor schoonheidssalons. Dus die heb ik ontwikkeld. Super trots op. Super mooie resultaten. En dan gaan die behandelingen nog beter werken. Maar wat heb ik nog meer? Waar jullie allemaal voor kijken. Ik zie er heel erg sexy uit. Zo. Oh, sorry. Dat een beetje inkijk. Dankjewel. Ik heb net 2 jongens met heel veel moeite naar boven gesjouwd. En toen kwamen ze weer naar beneden. Dus dat is er een beetje gebeurd. Maar... Ik heb ontzettend veel berichten gekregen van jullie over die peeling voor thuisgebruik. Want dat is een beetje de achterliggende gedachte waarom ik dus die eigen lijn ben gestart. Is om jullie thuis te helpen. Want nu zitten jullie zonder nagels. Ja, ja, ik mis ook de meiden in de salon. Nou, ik kan het zelf ook, maar ik ben gewoon te lui. En ik denk, ik geef even alles, die alcohol de hele dag door. Ik geef alles even de tijd om... te rusten in quarantaine. Maar ik weet het. Ik krijg heel veel paniek-appjes. En ik ga het jullie niet laten zien wat er allemaal op deze telefoon te zien is. Maar ik krijg heel veel paniek-appjes en heel veel paniekfoto's. Van buisten, van ontstekingen, van behaarde wenkbrauwen. Wenkbrauwen zijn altijd behaard, hè? Van behaarde dingen. Gewoon. Dat ik denk, oh, ik mis jullie ook klanten. Ik mis jullie ook buisjes. En ontstekingen en meeeters en blackheads en whiteheads. Ik mis jullie allemaal. Dus toen dacht ik, heel eerlijk, wij weten niet hoe lang dit gaat duren. Wij weten gewoon niet hoe lang die quarantaine gaat duren. En ik
Ik geloof het niet dat het tot aan 28 april is en dat ik 29 april open mag. Heel eerlijk. Dus bereid je gewoon voor dat het nog langer kan duren dat je schoonheidsbehandeling kan ondergaan. En om jullie tegemoet te komen, ben ik dus daarom nog sneller begonnen met die peeling die jullie thuis kunnen gebruiken om die op de markt te krijgen. En daar ben ik nu echt letterlijk dag en nacht, want ik zie het. Ik wilde nog een beetje extra make-up op doen voor jullie. Maar toen dacht ik, jullie komen bij mij thuis, dus ik voel me thuis. Jullie ook? Dus dat is een beetje de reden. En ik had een hele, hele goede vraag gekregen. En kan iedereen het gebruiken? Ja. Ja. En als je denkt dat je het om bepaalde redenen niet kan gebruiken, omdat je misschien een beschadigde huid hebt of een hele gevoelige huid, neem dan even persoonlijk contact met mij op, want dan kan ik het met je bespreken. Maar zonder alle chemische details en dingetjes. En chemisch bedoel ik niet negatief chemisch, alsof ik er zuur in heb gezet. Maar om alle producten te bespreken, de ingrediënten. Ik heb alle ingrediënten stuk voor stuk persoonlijk zodanig opgesteld dat het een heel mooi papje, een mooi mengsel is geworden. Dus die peeling voor thuisgebruik, die kunnen jullie makkelijk gebruiken. Ik heb het zo makkelijk gemaakt. Ik laat jullie even mijn sample zien. Dit is mijn sample. Zo, dit was een van de eerste samples hoor. Hij is dus kant en klaar. Jullie hoeven niet na te denken over hoe je hem gaat mengen. Wat ik dus in de salon natuurlijk doe. Want wat het doet, het weekt eigenlijk je bovenste huidlaag heel zachtjes los. Heel erg zachtjes. Het is heel mild. Dus hij gaat niet door een bepaalde huidlaag heen, waardoor je huid beschadigd raakt. Of als je het net een minuut te lang laat zitten, dat je dan verbrandingseffecten hebt. Dus dat gaat er niet gebeuren. Maar hoe weet je nou dat het soort van zijn effect bereikt heeft? Ja, dat is dus eigenlijk altijd na een kwartier. Na een kwartier is dit product klaar. Maar je hoeft niet bang te zijn dat je misschien maar 5 minuten nodig had en je hebt het toch een kwartier laten zitten en dat er dan iets mis mee gaat. Want ik ga hier regelmatig mee stofzuigen en alles. En dan vergeet ik soms dat ik het op mijn gezicht heb. Dus het gaat niet branden. Waarom niet? Ik heb er extra veel vitamine E aan toegevoegd aan dit product. De vitamine E verzorgt ondertussen je huid. Dus je moet je voorstellen, die thuispeeling, echt ideaal. Het is een peeling die je huid dus reinigt, diep reinigt, maar omdat er dus ook extra verzorgende bestanddelen in zitten, heeft het weer een voedende werking en gaat het niet door je een bepaalde huidbarrière heen en beschadigt je huid niet. Is het ook te gebruiken en dan mogelijk in de zon te lopen, naar de winkel bijvoorbeeld, boodschap doen? Nee, dat zou ik sowieso nooit doen. Ik denk dat je sowieso nooit een peeling wil gebruiken, dus zeg maar dat je, ook al heeft het geen schadelijke effecten, ik denk als je iets met je huid doet, los van cremmetjes smeren, zou je sowieso niet echt een peeling moeten gaan gebruiken en daarna de winkel in. Ik zou juist een peeling gebruiken. Het ideaalste moment is eigenlijk einde van de dag. Wanneer je niet in de weer bent, wanneer alle energie die je nog in je lichaam hebt echt naar je huid toe gaat. Het is echt geen fabeltje, maar s'nachts, wanneer jij tot rust komt, wanneer jij, als het goed is, s'nachts als je tot rust komt, dus wanneer je gaat liggen en wanneer jouw lichaam niet meer andere functies gebruikt, dan gaat alle energie die jouw lichaam heeft, gaat naar jouw grootste orgaan uit, naar je huid toe. En dan komt je huid tot rust. Wanneer jij tot rust komt, dan gaan de andere dingetjes spelen, zoals herstel van je huid en vernieuwing van de huid. Dus ik zou de peeling pas gaan gebruiken wanneer je zelf tot rust komt, dus eind van de dag. Krijg ik dat hartkloppend gevoel ook in mijn gezicht, net als met de peeling in de salon? Nee, nee. Heb ik bewust voor gekozen. J&T vraagt dat of zij krijgt soms het gevoel dat haar hart klopt in haar gezicht. Maar dat is meer omdat haar peeling heel hard wordt. En dan gaat het een beetje zo van bonken. Dat gevoel heb jij. Dat heeft niet iedereen hoor. Dat heb ik bij jou, maak ik het zodanig. Maar dat is meer omdat je bij jou, omdat ik wat meer weer wil bewerkstelligen. Omdat je wat ontstekentjes hebt. Dus vandaar. Maar dat gaat bij deze niet gebeuren. Die is heel, heel mild. Oh, wauw. Ik krijg opeens heel veel vraagjes achter elkaar. Hoe vaak mag je de peeling thuis gebruiken? Hele goede vraag. Je mag hem zelfs 2 tot 3 keer per week gebruiken. Maar in jouw geval zou ik zeggen heel voorzichtig opbouwen. 2 keer in de week is prima. En trouwens, voor iedereen, begin heel rustig. 1 keer in de week, kijk hoe het gaat. Maar hij is mild. Ga je van de peeling ook vervellen? Nee, mooi niet. Van deze peeling ga je niet vervellen. Ik vind dat als ik een peeling had gemaakt waar jullie thuis van zouden gaan vervellen, zou ik het heel eng vinden. Want
Dit is echt safe. Het is niet dat je huid opeens gaat vervellen en dat ik er niet bij ben om het in de gaten te houden. Dus nee, dat wil ik allemaal niet. Maar wat het wel doet, is oneffenheden sneller omhoog trekken, zodat het niet te lang in die huid blijft zitten, zodat er geen ontstekingen ontstaan. Dus het voorkomt eigenlijk dat je sowieso, dat je zo meteen puistjes krijgt. Wat ik nu wel zie, omdat de salon nu al de vierde week ingaat dat we gesloten zijn, derde of vierde week, vind ik het heel erg dat ik zie dat heel veel klanten gewoon, ja, dat ze merken dat hun huid op dit moment al een behandeling nodig had gehad. Want je gewoon vaak, de meeste klanten komen maandelijks. Dus ze merken gewoon dat ze nu op het punt stonden dat ik hun huid zou reinigen. Ja, dus die peeling kan natuurlijk niet je puistjes uitknijpen, maar het kan er wel voor zorgen dat je huid sneller wordt hersteld. En dat puistjes sneller omhoog komen, zodat het niet te lang blijft zitten, dat het niet gaat woekeren en gaat irriteren. Dat dus krijg je daardoor juist puistjes, omdat de huid gereinigd wordt. Nee. Nee, je krijgt geen puistjes omdat de huid. Ja, ik snap wat je bedoelt. Vaak hoor ik van klanten als ze wel eens een behandeling hebben gehad, dat ze daarna juist puistjes krijgen. Dat is bij deze peeling niet zo. Ja, je kan na een behandeling, ik snap wat je bedoelt. Na een behandeling kan je wel eens puistjes krijgen, maar dat is omdat je iets opwekt. En deze peeling wekt niks op. Als je dat zo bedoelt trouwens. Deze peeling wekt niets op dat het zeg maar omhoog komt en dat het daar blijft zitten en dat je het dan moet uitknijpen. Het is meer dat het je bovenste huidlaag zuivert en toegankelijk maakt voor de crèmetjes die je vervolgens gebruikt. Dus eigenlijk, om het lang verhaal kort te maken, het haalt je bovenste huidlaag weg, de dode huidcellen haalt het weg en dat zorgt ervoor dat je crèmetjes beter gaan intrekken, zodat je crèmetjes weer beter gaan werken. En die kalmerende werking ga ik zo meteen over hebben van de crèmetjes die werken beter in. Ik weet nu al dat ik dit wil. Ah, oh, wat leuk, Astrid. Nou, hoe je dat zo meteen, hoe je dat kan doen. Voor de mensen die willen uitloggen, ik snap het hoor. Het duurt natuurlijk ook heel erg lang en ik weet niet wat je plannen zijn. Misschien wil je gewoon gaan Netflixen of wat dan ook. Ik ga, en dat weten jullie, ik stuur jullie iedere dag berichtjes, dat zie je allemaal op Facebook waar je kan aanmelden. Je kan je officieel vanaf morgen, hopelijk, daar ben ik ook mee bezig, kan je je aanmelden via mijn website en kan je je bestelling plaatsen. Krijg je er roodheid mee weg? Met de peeling krijg je niet de roodheid weg, maar daar heb ik nog wel een mooi product voor, Sef. Heb je ook iets tegen donkere kringen rondom de ogen? Ja, daar heb ik wat tegen. Asja, ja, pigmentvlekjes, daar gaan we het ook nog over hebben. Ik neem heel snel globaal even alle vragen door, dan kan ik daarop inspelen terwijl ik de andere producten uitleg. Oké, duidelijk. Het is eigenlijk, hyperpigmentatie is toch wel, zoals ik in het begin al zei, toch wel echt een heel groot probleem. Ja, oké, genoeg over de thuispeeling. Ik weet dat jullie daar heel veel vragen over hebben. En daar komt ook nog op mijn website en hier zo meteen op Facebook komt er ook nog veel over informatie over. Maar dit is gewoon in het kort wat jij als klant, als consument van het product zou moeten weten. Dat je bovenste huidlaag gewoon goed zuivert en ervoor zorgt dat je producten die je gebruikt vervolgens beter intrekken. Willen jullie de naam weten van mijn thuisproduct? Als je hem dus via de website gaat bestellen, dan weet je al. Dan weet je al waar je op moet klikken. Zal ik het vertellen? Zal ik het vertellen? Ja. Oké. Ik ben best wel creatief en ik hou van grappige dingen, terwijl dit een heel serieus onderwerp is. Maar ik was een keertje, had ik even geen inspiratie. Toen zat ik in de salon, had ik muziek opgezet. En toen had ik het nummer van de Fugees. Ja, zo oud ben ik. Ik weet niet of jullie dat kennen, want ik zie allemaal jonge mensen. Maar kennen jullie de Fugees nog van Killing Me Softly? Wordt het nummer? Probeer het te bedenken. Dus, mijn peeling, die jullie binnenkort gaan gebruiken voor thuis, heet Peeling Me Softly. Oké. Okay. Nou mis ik het wel dat mensen tegen me praten. Is toch leuk? Wat vinden jullie nu van de naam? Peeling Me Softly? Nee? Ja? Yeah? Nee? Nee. Oké, okay, mensen zingen mee. Oh. Ja, ik krijg inderdaad een berichtje binnen. Andere mensen. Als mensen bijvoorbeeld doof zijn of slechthorend.
Ja, als je dan doof bent of slechthorend bent, ja, dan zal ik binnenkort, ik probeer zo snel mogelijk, ook op de website alles neer te zetten, zodat jullie alle informatie ook daar krijgen. Maar ik post genoeg, ik schrijf genoeg, komt goed. Even kijken. Misschien kan je lip lezen, Santusha. Ik heb je bericht gezien en ik ga binnenkort iets, waarschijnlijk morgen al of zometeen. Ik ga morgen wat meer informatie naar je toe sturen als je dat prettig vindt. Dus dat is mijn peeling voor thuisgebruik. Hey Leida, jij bent toch aan het werk? Waarom ben je aan het kijken? Nou, oké, okay, onthoud die naam. Die gaan je voorlopig, gaan jullie die niet vergeten. Peeling Me Softly. Dus iedere keer als je het gaat gebruiken, dan denk je aan Lauryn Hill. Oké, okay, hoe ziet nou reguliere huidverzorgingsroutine eruit bij jullie? Is dat ook gewoon face wash, lotion, een serum en een dagcreme of een nachtcreme? Als je waarschijnlijk een klant van mij bent en al behandelingen van mij kreeg, waarschijnlijk wel. Dus het is dan ook geen wonder dat ik gewoon precies die producten al gemaakt heb. Ik heb een face wash. Ik heb een face wash en wat ik vaak hoorde van klanten is dat ze een face wash wilden die wel reinigt, maar niet te zodanig reinigt dat je huid dus een beetje een soort van droog wordt. En iets te goed reinigt. Dus mijn face wash reinigt wel goed. Het geeft je wel dat verfrissende gevoel dat je poriën goed open zijn. Je merkt gewoon dat het wel iets bewerkstelligt, maar dat het. Ja, dat je je huid niet droog achterlaat. En dat daarna weer je producten beter intrekken. Dus dat is mijn face wash. En dan vraag je je af, hoe heet de face wash? Aangezien het je huid een fris gevoel geeft. Dus je face fris. Heet het de fresh face wash. Volg je hem? Het is gewoon de fresh face wash. Oké, okay, niet allemaal tegelijk lachen. Maar ik heb dus expres gekozen voor zulke namen. Ik hou sowieso van alliteratie. Ik bedoel, ik ben zelf RR. Dus ik vind dat heel erg leuk. Het is een beetje mijn dingetje. Ik hou van woordspelingen. En ik denk gewoon op deze beetje ludieke manier onthouden jullie de namen beter. Dus de Fresh Face Wash is mijn face wash. En de naam zegt het eigenlijk al, hè? Fresh Face Wash. Hebben jullie daar vragen over de face wash? Dan hoor ik het graag. Ik ga eventjes alle. Oh, leuk wasje. Ik vind het zelf ook echt een mooie naam. Ja, Rowena, is toch mooi? Peeling Me Softly. Ik vind eigenlijk dat als je die thuispeeling gebruikt, dan hoor je dat nummer gewoon op te zetten. Hi, sure. Cool, hè? Anisha, leuk bedacht. En zo leuk. Precies van jullie krijg ik allemaal zulke leuke berichten de afgelopen weken eigenlijk. Want ja, het was echt even slikken toen de salon gesloten werd. En sowieso, voor iedereen is het gewoon heel bizar, de tijd waarin we leven. Dus. Hoe lang kun je doen met de peeling? En is de peeling seizoensgebonden? Nee, dat is het leuke van deze peeling. We kunnen het gewoon het hele jaar door kunnen deze peeling gebruiken. En heel eerlijk, ik heb mijn eigen peeling heb ik al. Deze variant heb ik zeker 3 maanden gebruikt. En hij is nog niet eens op een kwart. Dus je kan er heel lang mee doen. Je kan er echt heel erg lang mee doen. Dus wat dat betreft, ik heb gewoon mooie grote flesjes. Je hoeft niet heel erg veel te gebruiken, wil je het effect zien van de producten. Nou, je hebt je, laten we doen alsof je gewoon 's ochtends wakker wordt. Je hebt je gezicht gereinigd met de face wash. Wat doe je dan? Dan gebruiken we, als je je gezicht gereinigd hebt en hebt gedroogd, dan gebruik je op een droog gereinigde huid gebruik je een lotion. En jullie weten al dat ik gewoon jullie wel adviseer om met een lotion te werken. Maar dit is een hele aparte lotion. En ik laat jullie wel even zien hoe het werkt als jullie het goed vinden. Want dit is een soort van mistspray. En ik vind het heel lekker. De jongens vinden het trouwens ook lekker. Want ik had me trouwens opgemaakt voor jullie. Voordat jullie denken, Ik had me vanmorgen wel een beetje opgemaakt. En ik heb het gewoon over mijn mascara heen gespreid. En over mijn. Ja, wat heb ik nog meer op? Nou, mijn oogmake-up heb ik nog wel op. Maar die spray, die kan je dus 's ochtends gebruiken, 's avonds gebruiken, maar je kan hem ook gedurende de dag. En waar het hoofdingrediënt wat er dus in zit, zijn vooral ja, lavendel. Dus het is kalmerend. En ik heb wel eens dat ik een beetje slecht reageer op bijvoorbeeld
weersveranderingen. Toen opeens een paar weken geleden begon opeens de zon te schijnen. Je merkt een beetje dat hooikoorts alweer actief is. Mijn huid begint dan een beetje te jeuken en ik heb kalmering nodig. Dit heeft mij geholpen. Mijn jongens zijn ook heel gevoelig en... Oh, ik laat hem vallen. Nee, maar ik ging gewoon een kopje koffie halen. Nee, maar de lotion die werkt gewoon prima. Waarom heb ik gekozen voor een lavendel lotion? Omdat ik vaak merk dat mensen een lotion gebruiken om de huid nog te reinigen. Maar dat hoeft echt niet, want je hebt je huid als het goed is al goed gereinigd met de face wash. Want die is genoeg reinigend. Dus lotion is bij mij meer bedoeld om de huid te kalmeren. Want ik kreeg ook een vraag van of de producten kalmerend werken. Deze werkt zeer zeker kalmerend. Als je roodheid hebt, mijn huid slaat snel rood uit. Het kalmeert je huid, maar als je dus van jezelf weet dat je irritaties hebt, dat je allergieën hebt, dat geldt in het algemeen voor alle producten, zou je toch altijd wel eventjes moeten kijken hoe je huid reageert op iets. Dus ik kan niet garanderen dat je er niet op reageert, want dat is met alles zo. Dat is zelfs met nieuwe voeding, als je iets nieuws eet, moet je ook altijd even testen. Dus dat is de face wash, de lotion. Serum ken je dus al, super serum, dus die sla ik heel even over, het super serum. Maar die heb ik dus ook, een super serum. Heel in het kort, het hydrateert de huid dus. Het geeft de huid extra versteviging. Als je soms het gevoel hebt dat je huid wat droger is, je kan hem heel mooi onder je dag- of je nachtcreme gebruiken. En door de hyaluronzuur die erin zit, werkt hij ook nog extra verstevigend. En je merkt gewoon dat lijntjes vervagen. Wat ik leuk vind om te laten zien is dat ik dus net gespreid heb met die mist. En je wordt niet vettig of je blijft niet vochtig. Het is gewoon weg. Het is gewoon weg in mijn huid. Zoals je kunt zien. De Fresh Face Wash, ja. Ik dacht ook aan de Fresh Prince. Ja, Marcia, ik heb eigenlijk speciaal gekozen voor deze producten. Waarom? Omdat het zo, zeg maar, neutraal is. En het klinkt heel raar, want ja, iedereen heeft een ander huidtype. En waarom werkt het dan bij iedereen? Omdat de basis ingrediënten van een goede huidverzorging is voor iedereen hetzelfde. Dus die huidverzorging is sowieso belangrijk. En als je dan toevallig een variant van acne hebt, dat is iets specifieks, dan kan je altijd bij me terecht voor een huidanalyse en kunnen we specifiek praten over wat je dan zou moeten doen. Maar dit basically, dit werkt echt bij iedereen super. Oh, ik mis jou ook, Charissa. En ik vind het heel erg leuk dat jullie zo leuk reageren. En Manisha, over de Fresh Face was ja. Heb ik verder nog? Nee. Volgens mij is het allemaal wel duidelijk, toch? Nou, dan hebben we dus besproken de face wash, de lotion, het super serum. En dan zijn we aangekomen naar mijn laatste twee producten. Mijn dagcreme en mijn nachtcreme. En ben je een klant van mij, dan weet je eigenlijk dat je dagcreme en je nachtcreme bij mij kan je eventueel ook door elkaar heen gebruiken. Sommige mensen vinden het fijn om overdag een vollere crème te gebruiken. Sommige mensen vinden het juist fijn om 's avonds een vollere crème. Dus dat kan ik daar ook allemaal aan je vertellen. Maar basically heb ik wel gekozen voor als je dus geen klant van mij bent, je woont ver, je bent mij nooit geweest. Dan kan ik je wel vertellen wat een dagcreme en wat een nachtcreme is. Mijn dagcreme heet de Healthy Hydrated Cream. Zegt het al, houdt je huid healthy, hydrated. En eigenlijk wilde ik er nog een haatje aan toevoegen, want het werkt tegen hyperpigmentatie echt super. Het is echt een super product. Er zit een specifiek stofje in die werkt tegen hyperpigmentatie. Ik werk tot voorheen altijd met vitamine C. Zit er trouwens ook in. Maar wat er hierin zit, werkt heel erg goed. Oké, ik moet je wel vertellen. Ik heb de specifiek bij mijn huid, omdat ik wat lichter van kleur ben, maar mijn vlekken zijn echt donker, heb ik wat vlekjes gemaakt. Ja, misschien onbewust. Ja. Ik had gewoon ook wat meeeters, mensen. Ik ben ook mens, dus ik heb ook meeeters. En toen dacht ik, weet je wat? Het maakt niet uit. Ik ga gewoon vlekken maken. En we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En eerlijk waar, mijn vlekken zijn heel snel vertrokken. Ze zijn gewoon vertrokken. Maar dat is ook echt omdat ik die crème gebruik. Nou heb ik ook heel veel klanten de afgelopen maanden deze crèmetjes laten gebruiken. Die me dus foto's appen dat hun vlekken daadwerkelijk verdwenen zijn. Of verminderd zijn. Dus mijn dagcreme, ik ben er echt heel blij mee. Ik kan niet meer zonder. Hij werkt echt supergoed.
Dus de Healthy Hydrated Cream. Dat is officieel en dat zal ik ook allemaal op mijn website nog specifiek uitschrijven. Dat is dus officieel de dagcreme. Ik heb inmiddels te horen gekregen dat mensen het ook heel fijn vinden als nachtcreme. Maar ik zou het voorlopig nog even uit elkaar halen. Want waarom heb ik van dat een dagcreme gemaakt? Is omdat hij hydrateert. En overdag ben jij in zoveel verschillende, op zoveel verschillende locaties. Ik heb ook heel veel klanten die werken bijvoorbeeld op kantoor. Nou, kantoor is gewoon een vreselijkste omgeving waar je kan zitten. Met een hele rare klimaat gebeuren, hoe noem je dat? In ieder geval een soort van airco-systeem. Dat is gewoon niet goed voor je huid. Eigenlijk overal waar je bent, of je hebt dan de verwarming aan, of je hebt... Er is altijd iets wat niet natuurlijk is voor de huid, in ieder geval niet. En sowieso buiten zijn is al niet heel erg fijn in de zomer, sowieso voor je huid. Omdat je ook weer vocht verliest, maar met verwarming aan ook niet. Dus ja, die dagcreme vind ik wel een goede bescherming voor als je op pad bent. En 's nachts, wat ik net vertelde, komt je huid tot rust en gaat je huid herstellen. En heb je dus andere stofjes nodig, zodat je huid beter gaat herstellen. En dat is mijn nachtcreme. En de naam is ook zo leuk. En ik denk dat het zo meteen tijd wordt. Want mijn nachtcreme heet mijn Nighty Night Cream. Snap je? Nighty Night Cream. Dus je zegt eigenlijk tegen jezelf Nighty Night Cream. Dus dat is mijn nachtcreme. En de werking ervan... wil je het uitzoeken wat er allemaal in zit, zal ik allemaal nog opgeven. Maar het heeft gewoon voornamelijk een herstellende werking. Het is niet te vettig. Want ik weet dat heel veel klanten aangaven dat ze het niet fijn vonden als ze een volle nachtcreme gebruiken. Dat als ze dan... gedoucht zijn, ze smeren hun gezicht in en ze gaan tegen hun kussen aan liggen dat het plakt. Nou, dat snap ik, dat is ook niet fijn. Maar het is dus wel herstellend. Het is heel gek. Het is wel vol qua textuur. Het voelt vol en rijk aan, maar het is niet vettig of plakkerig of iets. Dus dat is mijn schoonheidsverzorgingslijn. Dat is het. Dat is het. Dat zijn de producten. In principe alles wat je nodig hebt om verder te kunnen. Hoor ik mijn jongste huilen? Mijn mama radar. Nee, maar dat is het dus. Dan ga ik nog heel eventjes, want ik weet dat ik heel veel van jullie tijd in beslag heb genomen. Maar ik denk, ik leg het één keer heel goed uit. Omdat ik gewoon de hele dag door berichten van jullie krijg. Denk ik, ik ga het allemaal in één video proppen. Zit er ook SPF in de dagcreme? Ik heb specifiek gekozen voor geen SPF. Waarom? SPF is echt een chemische benaming van zonnebescherming. Het komt een beetje uit de jaren 60, 70. SPF is eigenlijk iets wat ik er nu even niet in heb gedaan. Omdat ik bezig ben iets uit te zoeken. Een wisselwerking van de SPF en iets tegen pigmentvlekken. Dus vandaar dat ik het er niet in heb gedaan. Dat ik het niet in dezelfde crème heb gedaan. Dus dat je het even weet. Niet dat je het er misschien niet bovenop kan smeren, want dat hebben we ook al getest. Maar qua houdbaarheid, SPF in mijn crème en dan de wisselwerking in dat potje, dat heb ik even niet gedaan. Maar je mag het wel erbovenop. Oké, ik krijg een vraag over na hoeveel dagen merk je verschil. Dat is echt afhankelijk, want ik weet dat heel veel mensen dan meteen resultaat willen zien. Maar het hangt echt vanaf hoe je huid eruit ziet als je begint. Dus dat, ik beloof geen wonderen. Dan moet ik zeggen dat je bij mijn klanten wel echt wonderen ziet. Maar ik ga niet zeggen dat je na 2 dagen ervan af bent. Dus bij iedereen werkt het heel anders. En het is ook specifiek. Het is eigenlijk een hele algemene vraag. En ik kan daar niet antwoord op geven als je kijkt. Want ik weet niet hoe je huid er nu uitziet. Ook al schrijf je dat je huid er nu uitziet als een gremlin. Maar ik weet niet welke gremlin. Is die lieve gremlin of is het die? Moet je ook de hele lijn aanschaffen? Of kunnen enkele producten al voldoende zijn voor je huidverzorging? Ik wil je natuurlijk adviseren om die hele lijn aan te schaffen, omdat het dan allemaal wat beter werkt en elkaar wat beter aanvult. Ja, Rishma, je kan als je wil, kan je bij me langskomen. Alleen het gaat wel even een tijdje duren. Kleinere potjes testen. Dat wordt wel een beetje lastig om dan alles te testen, want niet alles gaat in potjes. Bijvoorbeeld de mist en et cetera. Maar als de salon geopend is, dan is iedereen van harte welkom om weer langs te komen hoor. Om het een en ander uit te testen.
Sunita vraagt of er collageen in zit. Er zit geen collageen in, maar er zit in de nachtcreme wel een bestanddeel die zorgt voor collageen aanmaken. Ik denk dat je dat bedoelt. Dat, ik ga nog even jullie vragen, want jullie hebben echt moeite gedaan vandaag, omdat ik het heel kort dag heb aangekondigd dat ik live ging. Heb ik echt super goede vragen gekregen. Ja, het werkt te groot, het irritatie. Ja, het is parabenenvrij en mineraalvrij, kan ik je eerlijk vertellen. Het is inderdaad vegan en niet getest op mensen. Prijsindicatie ga ik morgen bekendmaken. Ik ga jullie heel eerlijk vertellen, ik had de prijs al klaar, maar omdat ik voor jullie dus een spoedbestelling heb gedaan. Ik moet je voorstellen, er zit een laboratorium bij, er zit een fabrikant bij, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb eigenlijk een bestelling vervroegd. Dus ja, ik ben daar nog even mee bezig om dat uit te vogelen, hoe ik dat precies ga doen. En mijn bodyline. Misschien in de toekomst komen er nog bodyproducten bij. Nou, ik denk dat ik alle vragen zo wel behandeld heb. Shirley die gaat helemaal way back naar 1999, naar de Peeling Me Softly. Ja, Rishma, ik ga nog even contact met je opnemen dan over de producten. Rowena, dankjewel. Ik ben ook super trots. Dankjewel voor de felicitaties. Super leuk dat jullie me zodanig steunen. Ik denk dat ik alle vragen wel heb beantwoord. Als er nog iets is, als iemand iets mist of als ik iets niet heb beantwoord. Dankjewel Rani, jij bent er ook altijd bij. Ja, ik mis jullie gezichtjes ook heel erg. Even kijken. Nee hè, volgens mij. Volgens mij heb ik alles wel beantwoord. Nou, ik zou zeggen, het was gezellig. Ik vond jullie wel een beetje stil. Ik kan praten. Ik vond jullie wel een beetje stil. Maar ik denk, na aanleiding van deze live, worden meer dan genoeg berichtjes, denk ik, verzonden. Probeer toch eventjes de informatie af te wachten die ik bekend ga maken over de producten. Dus ook op de website, maar ook op Facebook. Ja, en ik denk dat ik nu wel alle vragen heb beantwoord. Dankjewel, Anita. Ja, Rupa, je kan hem in principe voor iedere leeftijd gebruiken. Heb je specifieke vragen, dan hoor ik het heel graag van jullie. Nou, welterusten iedereen. Ik wens jullie alvast een fijne avond. Ik heb alle namen. Ik heb heel veel mensen die hebben zich aangemeld onder eerdere posts over mijn opkomende verzorgingslijn. Dus ik heb jullie allemaal genoteerd. Maar er komt dus via de website komt er een aanmeldformulier. Als het goed is heb je dan allemaal producten krijg je te zien. Dan kan je zelfs aanvinken welke producten waar je interesse in hebt of wat je zou willen aanschaffen. Het spreekt zich voorzelf. Het is net als die online agenda, eigenlijk een beetje hetzelfde systeem. Je klikt iets aan. Maar dan laat je nu je adres achter, want de salon is dus gesloten nog steeds. En dan stuur ik alles naar je toe. Ja, dus dat was het voor nu. Ik wens jullie allemaal nogmaals een fijne avond. En ik wou zeggen wel thuis, maar iedereen is het goed is wel thuis. En ja, dan zie ik jullie heel erg gauw. Doei doeg en be safe.